dames en heren. Dus dat is fantastisch dat je hier allemaal zit. Ik kon iets vertellen over deze plaat. Nieuwe sterren. En dat is een plaat, ik heb die ontdekt. Ik heb die gevonden eigenlijk. Ik was op een bepaald moment, zat ik in Oostende, hè, samen met Malie. Die was door een of ander toneelproject aan het doen, die was door van alles aan het organiseren. En die moest kaart werken en ik niet. Dus ik liep heel de tijd in Oostende rond om mijn eigen te amuseren, zo in de zon, altijd te genieten. En op een bepaald moment was er op een of ander plaan was er zo een rommelmarkt. En dat bleek een of ander rommelmarkt van de Rotary Club te zijn. Waar je ook van denkt, van hoe kan dat nou, een Rotary Club, dat die rommelmarkten doen? En omdat Rotary Club mensen, dat zijn toch mensen die daar keihard veel geld hebben. En dus je denkt, die kopen geen rommel. En maar dat was niet normaal hoeveel brol dat daar bij je stond. Ongelooflijk. Maar dat komt omdat die zijn allemaal keihard rijk. Dus die hebben keihard grote huizen met keihard grote kelders. Dus die hebben extreem veel brol. En wat is hoe raker meer brol. En op een bepaald moment zit ik zo, want ik koop nog altijd pees. Want ik heb nog een plaat spelen en ik vind niks liever, want dat kost dan een halve euro. En dan kun je soms echt schatten ontdekken. Dus ik zit in zo'n bak zo te zien. Zo, en ineens haal ik daar een plaat uit, namelijk deze plaat. En straffe was dat die toen veel kleiner was. Die was toen was die maar zo groot. En, maar die, nu is die zo groot, omdat die plaat, ik vertel deze nog af en toe. En in het begin pakte ik dan die echte plaat altijd mee. En dan zette ik ook die echte plaat, nieuwe sterren, zet ik die ook met een plaat op het podium heel tijd op. Maar het probleem is dat ik heb ADHD. Ja, je zult dat wel gemerkt hebben, maar vroeger had ik dat niet. Maar ik heb zoiets een test op het internet gedaan. Ik had al die vragen juist en sindsdien heb ik dus ADHD. En met dat ik zo, en je ziet dat ik ben ook een neefje, en heel altijd met die plaat, dus dan mocht ik daar krassen op en dat ik besef van ik mag dat niet doen, want ik heb die niet dubbel. Dus dan de team zijn vader, de Neerman, die heeft dan die plaat heeft die dan op cd gezet. Allee, die heeft nee, een cd van gemokt. En ik heb toen die plaat, middels een kleurkopies, heb ik die vergroot. En heb ik die in het groot gemaakt, ook omdat je dat dan beter kunt zien. En pas op, niet alleen die plaat, maar ook de hoes, zie, de hoes, heb ik ook gekleurd. En zelfs de plaat ook. Maar er is iets mis mee gelopen, want die groeven, die plots van zo, stonden die allemaal zo. En dat gotje, dus dat is ook heel ambetant dat je die afspelt. Maar dus deze zak louter voor te laten zien hoe dat die plaat eruit ziet. En dus, ja, dat ga ik er niet meer. Dat bedoel ik, dat denk ik met die echte plaat ook heel goed uit. En dus deze plaat, maar dan in dicht, die ontdekte ik dus in die op die Rotary Club tussen in die dingen. En ik haal die er zo uit en ik zie zo'n nieuwe sterren. En ik denk, wat is dat? En ik zie zo dat er hier zo allemaal foto's zijn van mensen die zo hun kop hebben uitgeknipt. En hebben die zo boven elkaar geplakt. En dan zag ik zo de achterkant. En daarop staat, grote prijs van Oudenaar. En dan staat er deze fonoplaat. Werd opgenomen live met een f, wat dat verkeerd is, hè, want dat moet met een f zijn. En fonoplaat is trouwens ook met een f, wat dat verkeerd is, want dat moet met p zijn. Fonoplaat. Vanuit Café Sparta te Beveren / Oudenaarde. In een tijd als deze gedrukt hebben, was er nog gewoon een schaal stripje, maar na zeggen we er tegenwoordig / tegen. Wat ook heel straf is, dat die gitarist van Guns N' Roses, dat die, als je zijn naam in het Nederlands vertaalt, dat hij ze eigenlijk schaal stripje noemt. Maar dat is alleen maar grappig voor die mensen die dat weten hoe dat je eruit ziet. Deze fonoplaat werd gemaakt in samenwerking, wat dat volgens mij ook niet juist is, van voetbalclub Sparta Beveren en de Beverse Verlovering. En dus ik stond daar in die Rotary Club op die dingen en ik lees dat en ik denk, wat is dat? En het straf is, ik had er toen allemaal al fantasieën bij, wat voor een plaat dat ging zijn. Maar ik kwam thuis, ik zette die op. En de realiteit overtreft ruimschoots de fictie. Echt, het is waanzinnig. Dus deze plaat, dus die, ik kan nog eens even, dus wat er echt gebeurd is, in Café Sparta, de Beveren / Oudenaarde, hebben dus allemaal mensen van voetbalclub Sparta Beveren en de Beverse Verlovering. Die mensen hebben allemaal zo liedjes van buiten geleerd. Die zijn in dat café op het podium gekropen. En dan hebben die onder begeleiding van een batterist, want dat voelde, dat is heel de tijd dezelfde drummer bij al diezelfde nummers. En ik zeg wel degelijk een batterist,
Omdat die niet altijd zo heel tijd roffelt is. Hè. En dat is dus geen een drummer, maar normaal is dat zo. Maar nee, die roffelt die altijd. En hebben die zo nummertjes opgenomen? Live. En dus niet met de soundmixshow, met zo dat dan die noten juist gedaan worden. Maar dat is allemaal gewoon live. En die laten, die tonen echt zichzelf op die plaat, op dat café. En dat is waanzin. Zo hebben bijvoorbeeld het eerste nummer. Nee, niet het eerste, het derde nummer. Dat is van Martin en Carla de Waal. En dat heet Marjoretten. En Martin en Carla de Waal, dat zijn waarschijnlijk deze twee. En waarom weet ik dat? Allee, waarom zeg ik dat? Ik weet dat niet zeker, maar ik ben er vrij zeker van. Omdat die hangen al niet in. Dus dat is één foto. En niet alleen hangen die al niet in, die trekken ook op je. En die hebben dus een nummer, Marjoretten. En je voelt dan alles. En als je dat nummer hoort, gaat dat direct horen. Dat hij dus volledig in tenue, in Marjoretten tenue. En met zo'n pot, zo'n nelmpje en weet ik wat allemaal. Dat die daar met twee hebben die dat nummer ontzien geweest. Nou, het is nummer 3 van kant 1. Ja, dat is ook nog even belangrijk om te weten. Dus ik speel dat niet meer met een plaat of maar met een cd. En dat is vooral niet zo heel belangrijk, maar voor de technieker moet ik dat wel altijd heel goed uitleggen. Omdat, je weet dat misschien niet, maar een cd heeft maar één kant. Allee, dat is niet waar, een cd heeft twee kanten, maar één kant waar dat maar niet op staat. Terwijl een plaat heeft er twee. En een voor- en een achterkant. Hè, of een achter- en een voorkant. Maar dus, daarmee, die nummering, die klopt niet meer op die cd. He, dus je moet dat dan optellen, want als je dan nummer 3 van kant 4, dan moet het 3 plus 8, dat is dan 11. Dus daarmee dat is belangrijk dat de technieken dat weet. Maar nu, in dit geval, maakt dat niet veel uit, want het is gewoon nummer 3 van kant 1, dus dat blijft dan wel hetzelfde. Dus alleen kant 2, ja, maar dat is toch belangrijk dat je dat maar weet. Als je daar niet over nadenkt, dan komt echt... Dus nummer 3 van kant 1. Dus Martin en Carla de Waal in prachtig Marjorette kostuum die samen het nummer Marjorette zingen. Dus nummer 3, en dat mag echt goed knallen deze. En zo stonden er dus 16 nummers op die plaat. 16, dat is waanzinnig. Ik zal nog een nummer dat ook echt waanzinnig is, is van dinges. Wacht, hoe noemt hem? Mijn trouwe hond noemt het nummer. En dat is een nummer dat wordt gezongen door Van Dalen Mark. En dat is waarschijnlijk, is dat een deze. He, omdat dat is de kleinste van de hoop. Die is hier zo'n jaar of 12, 13. En die heeft zo'n micro vast. En dat kan niet aan de nummer zijn. En die is een soort Hanno-achtig figuurtje. En die zingt dus een nummer over zijn hond. He, mijn trouwe hond. En die doet dat met heel veel pak. Je voelt ook dat hem dat echt beleeft. Je voelt dat is echt... Dat is, volgens mij heeft hij dat nummer zelf geschreven. Nou, het grellige, of het zotte om dat nummer, is dat mannetje die zingt dat zo traag, maar zo traag dat een tijd zelf daar trager van begint te gaan. Dat is echt waar. Hetgeen dat ze niet kunnen daar in Zwitserland met die deeltjes versnellen, dat ze helemaal aan het proberen zijn, dat doet die gewoon door een nummer te zingen. Echt ineens voelde dat, wow, die traag die gaat trager. En dat je denkt, wow, als je dat kunt doen, dus kom je overal uit op tijd. En, en,
En dat, maar het ding is ook wel dat je verstopt hem niet zo heel goed. Dus daarmee, ik zal de tekst zo wat mee zeggen dat je hem kunt verstaan. En dat is nummer 6 van kamp 2. Dus nummer 14, inderdaad. Mark van Daal. Kant 1 is ook een heel graaf nummer. En dat is een nummer dat heet Waarheen zal ik vluchten? En dat is gemaakt door, of allee, degene die dat zingen, die heette Trio Onbekend. He, dus, het probleem is, volgens mij stond hier niet op. He. Ik weet niet hoe, wie dat zou kunnen zijn. En maar dus het graven op dat nummer is dat je gewoon alleen door naar dat nummer te luisteren, kun je helemaal semantisch eigenlijk betekenisachtig ontleden waar en wanneer dat die plaat opgenomen is. En je hoort door die tekst, weet je direct van, ah, we zitten begin jaren 70. En je voelt de Koude Oorlog is vol een bakken, vol een damp ontgaan, de Cuba-crisis. En kinderen die de hele tijd onder schoolbanken kruipen en schrikken dat de boom gaat vallen. Dat voelt allemaal. Je voelt ook zo die gasten in de muziek, hè, zo die Bob Dylan-achtig, al die gasten, allee, hoe noemt dat weer, zo, dat ze zo zingen van dat het beter moet met de wereld, van die protestzangers, hè, heel dat maar zo protest, dat voel ik, en je voelt dat al dat, hè, heel die wereldproblematiek, dat dat helemaal is doorgedrongen tot in het dorp Sparta-Bever te Oudenaarde, en dat er daar niet eens drie onbekende mensen, dat die niet zoiets hebben gehad van echt, maar wij moeten onze stem ook laten horen. En die hebben een gitaar gepakt, die hebben een nummer geschreven en dat is dat nummer geworden. Waarheen zal ik vluchten? Nummer 8 van kant 1, door Trio Onbekend. Waarheen zal je vluchten, als straks de hele reus ontwaakt? Waarheen zal je vluchten, als straks de hele reus aan stappen gaat? Waarheen zal je vluchten, als Moskou en Berlijn, als Rome en Parijs vernietigd zijn? Waarheen zal je vluchten, als negerkind niet luisteren wil? Waarheen zal je vluchten, als niet gehoorzaam aan elke wil? Waarheen zal je vluchten, als Europa straks aan stukken springt? Als op Washington niet meer rekenen kunt?
waarheen zal je vluchten? Als de dief jouw huis betreedt, waarheen zal je vluchten? Als elke vriend zijn vriend vergeet, waarheen zal je vluchten? Als de moordenaar klopt aan jouw deur, als jouw kinderen vol leugens zijn, als het brood hun handen beurt, naar ja, wie zal ik vluchten? Naar ja, wie zal ik gaan? Naar ja, wie zal ik vluchten? Niemand mag mij daar slaan, dan zal de zonde uit de en dan komen we nu om de bloemenkeer. De combo, het graafste nummer van heel deze LP, namelijk het nummer Zilveren Kooitje. En het nummer Zilveren Kooitje dat wordt gezongen door Schout Ere Marijke. Dat is het eerste nummer van kant 2. En Schout Ere Marijke, echt, dat is een fenomeen. Ik denk niet dat er ooit in heel de muziekgeschiedenis iemand is geweest die met meer passie een nummer heeft gezongen als Marijke Schout Ere. Echt waar, die God daar zo voor heel ziel en zaligheid legt die in dat nummer. Alles wat dat hij echt, alles in het refrein, God stikt die echt, alles stikt. Ik denk, nadat hij dat nummer gezongen had, dat hij er gewoon niet meer was. Echt zo, wat een energie dat is waanzin. En dat is dus nummer 1 van kant 2. Nummer 9 op de cd. Schout, Ere, Marijke, met Zilveren Kooitje. Maar het duur van dat koontje, dat zet ik op het kind. Want als jij er niet uitkomt, zal dat gelukkig zijn. Nee, genomen bij mij is het fijn. Hai, 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 hai. Thank you.
Dankjewel. Dank u wel.